Mensen, ik heb ontzettend goed nieuws. De sextape van Lieke en mij staat nu op Pornhub. En dat is niet echt zo. Dus als je dat gelooft, dan ben je geprankt. Maar dat was de topcomment op de vorige aflevering. Ik vraag me af hoe lang dit een dingetje blijft. Leugens vertellen aan het begin van de video. Want dat geloven mensen dan toch niet meer. Maar misschien hebben mensen dat in de vorige aflevering gemist. En dan kijken ze dat nu en dan denken ze, oh shit, snel, daar gaat mijn no-nut november. Dat moet ik zien, maar helaas is dat niet de content die ik voor jullie vandaag in deze video heb. Wat ik wel heb is dat wij de iconswaps gaan unlocken. De laatste tokens die wij nodig hebben om onze Steven Gerrard te unlocken. Om blauw naar bezoek top vinden, je kan ook abonneren. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat zou ik appreciëren. Geen Weekend League dus vandaag, dat ga ik nog wel spelen. Alleen, ik moet nog beginnen. Ik ben een beetje afgeleid. Er is namelijk, hoppakeetje, dit is wat ik vettig scherpie de afgelopen dag heb gedaan. Sinds vannacht 12 uur. De nieuwe Pokémon is uitgekomen. Zoals jullie weten ben ik een kleine nerd daarin. En ja, vind ik Pokémon gewoon nog steeds heel leuk. Haha, ik ben ermee opgegroeid. Het zal voor mij altijd een speciaal plekje hebben. Ja, het is gewoon een soort jeugdsentiment. En om heel eerlijk te zijn, het spel ziet er fantastisch uit. En ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja, ik had zoiets van, oké, vrijdagmiddag, vrijdagochtend. Eventjes geen Weekend League. Komt allemaal later wel. Ik ga lekker dat doen. Betekent niet dat ik het niet ga afmaken. Nee, we gaan wel gewoon proberen alle 30 wedstrijden te spelen. Met dus onder andere onze nieuwe Icon en Kanté die we ook hebben gekocht van onze munten. Ik had een paar vragen gekregen op de vorige video. Daar had ik ook om gevraagd. Dus dankjewel. Je kan het wederom nog steeds achterlaten op deze video. Ik vind het leuk om wat inhoudelijke vragen te hebben waar ik lang over kan lullen. En dat vinden jullie volgens mij ook leuk om daarna te luisteren. Er zijn altijd of mensen die kijken vanwege de dingen die er op het scherm gebeuren. Of er zijn mensen die altijd zeggen, die ik vaak comments achterlaten met iets in de richting van, Raoul, ik kijk vaak niet eens jouw video, ik zet het gewoon op tijdens het spelen van FIFA en dan hoor ik jou praten en dan vind ik het allemaal wel chill, want of dat of ik luister muziek. En nou, het is een leuk complimentje naar mij dat jullie mijn stem aangenaam vinden. De eerste vraag met de meeste topcomments is, Raoul, doe je mee aan No Nut November? Jongens, dit is toch geen inhoudelijke vraag, wel een leuk vraagje. Ik doe zeer zeker niet mee, zoals jullie weten heb ik een partner, mijn vriendin. En ja, ik vind als je een vriendin hebt en je doet mee aan No Nut November, ja, dan is dat gewoon egoïstisch. Want dan kan je niet jouw liefde geven aan jouw partner. Nee, ik zou dat nooit kunnen. Dus nee, ik doe daar niet aan mee. Jongens, ik zit in de prime van mijn leven. Ik kan dat toch helemaal niet een maand lang niet doen. Goed, dat hoofdstuk afgesloten. De andere comments gingen eigenlijk allemaal over de icon swaps. Mensen die nog niet wisten wat ze moesten kiezen. Mensen die mij vroegen of de twee spelers waar ze tussen twijfelden goed waren. Ja, dan te nee. En aan de ene kant is dat positief, dat mensen er lang mee bezig zijn en er goed over nadenken. Maar aan de andere kant, als je het nu nog steeds niet weet, het is het anderhalve maand, dan zal er waarschijnlijk ook niet heel veel verschil zitten tussen de twee spelers waar je tussen twijfelt. Mensen vroegen aan mij waarom ik niet voor de icon base pack ging. En dat is inderdaad het leukst, het gokelement. Maar ik heb het eigenlijk vanwege één reden niet gedaan en dat is dat er keepers tussen zitten. Want stel je krijgt een icon keeper, dan kan je er daadwerkelijk helemaal geen kut mee. Echt helemaal niks. Krijg je een hele slechte spits, een hele slechte middenveld, een hele slechte verdediger, wat dan ook. Ja, kan je die vast nog wel een soort van in je team kwijt voor de meme. Maar bij een keeper is dat gewoon, ja, het kan wel, maar het is niet nodig. Want ik heb ook een untradable Ter Stegen en een untradable Inform Chesty. Dat is gewoon de enige positie die ik niet wil vervangen, omdat ik daar al de best mogelijke optie van het spel heb, namelijk Ter Stegen. Als er geen keepers tussen zaten, zou ik het misschien wel hebben gedaan. Want dan is eigenlijk bijna alles niet bruikbaar, maar wel leuk om als meme-speler in je team te zetten. Dat is waarom ik niet voor de icon pack ga. Wat ik heb gedaan, zoals jullie weten, ik heb gekozen voor Steven Gerrard. Of ik ga kiezen voor Steven Gerrard, want die gaan wij zo unlocken. Hoe heb ik daarna gekeken? Ik heb gewoon mijn team gepakt, gekeken naar wat ik untradable heb, gekeken over wat ik tevreden ben, over wat ik ontevreden ben, wat ik wil upgraden binnen nu. En een maand, binnen nu een 2 maanden, want wellicht zijn er dan alweer betere spelers beschikbaar en is onze icon niet meer de beste optie. Maar die kans is heel klein, aangezien Steven Gerrard wel gewoon echt een hele goede speler is. Maar waarom heb ik nou voor hem gekozen? Zoals jullie weten speel ik 4-2-3-1 of 4-4-2. Dat heb ik de afgelopen Weekend Leagues gedaan. Ik ga dat dit Weekend League ook weer doen. Dus ik moet een speler hebben die op het middenveld past. Over mijn verdediging, Alex Telles, Militao, Gerard Piqué, Trippier, Ter Stegen, keeper erbij dus, waarvan 3 van de 5 spelers untradable zijn. Daar ben ik heel tevreden over, dus daar hoef ik niks voor te doen. Een verdediger zou voor mij zonde zijn. Mijn aanvaller, untradable Sané, die staat in de 4-2-3-1 op de rechterkant en op de 4-4-2 op rechtsmidden. In de spits heb ik best, ongeacht de formatie. En Garincha, die staat op linkerkam in de 4-2-3-1 of ook in de spits. En daar ben ik ook tevreden over. Ik heb geen behoefte eraan om die te verkopen op dit moment. Misschien is dat later wel zo. Je weet het nooit.
Dus de aanval is ook redelijk gesetteld. Bij de 4-2-3-1 blijven dan 3 posities over. 2 CVM's en een CAM. En bij de 4-4-2 2 centermids en een linksmidden. Nou is het zo dat ik Kanté heb gekocht. En dat vind ik een fantastische speler. En die is ook gewoon heel goed. Dus die blijft er waarschijnlijk ook lang in mijn team. Dat gaat niet veranderen. Het schijnt gewoon de beste CVM te zijn van een normale kaartje die ik kan kopen. En hij kost 400k. Dus dat is ook is wel duur, maar niet heel duur. Dus dan ga ik kiezen tussen een aanvallende middenvelder en een centermid. Maar een aanvallende middenvelder moet dan zoveel pace hebben dat hij in de 4-4-2 op links midden zou kunnen. En bij de Iconsops, ja, er zit wel wat tussen, maar niet echt iets dat dan genoeg pace heeft. Een Hagi en Rui Costa zijn hele goede kaarten, maar om die nou op links midden te zetten, daar ben ik ook niet heel erg van overtuigd. Dus ging mijn keuze uit op een middenvelder, een verdedigende middenvelder, die dus verdedigend sterk genoeg is voor de 4-2-3-1 en ook offensief sterk genoeg is voor de 4-4-2. Hij moet ook mee naar voren kunnen gaan. En ja, dan heb je een Roy Keane, verdedigend heel goed, maar aanvallend valt het zeker wel mee. Je hebt een Ballack en een Pirlo. Goede kaartjes zijn, maar ja, als ik later over 2 maanden een goede middenvelder pack, dan is de kans groot dat die beter is dan Ballack en dan Pirlo. En Steven Gerrard heeft eigenlijk alles in mijn mening. Die zou je zelfs op aanvallend middenveld kunnen zetten. Al heeft hij niet 4-star skill moves, maar het zou wel kunnen met zijn kaart. Voor een 4-4-2 is hij perfect. Hoog, verdedigend goed. Stamina, agressie, schieten, pasen. Pace heeft hij ook echt voor een middenvelder, 80 pace. En het is een speler die op... dat zag er waarschijnlijk heel raar uit op camera. Het is een speler die, als je hem zou kopen, bijna 1 miljoen munten zou kosten. Omdat het gewoon echt een hele goede middenvelder is, die tot... Een switch valt op de grond. Het gaat allemaal fout hier. Een goede middenvelder is die tot het eind van... Ja, waarschijnlijk FIFA 20, wel in mijn team zou kunnen. Want als je hem na 1 maand weer vervangt, en dat heb ik dus het idee met zo'n Ballack of een Pirlo of een lage Roberto Carlos. Stel, we hadden Roberto Carlos gekozen aan het begin als linksachter. En ik heb Alex Telles rood gepakt. Die hebben bijna dezelfde stats. Dat zou echt heel zonde zijn. Dan heb je een linksachter als player pick en een untradeable icon. Ja, daar zit je dan. En dat is waarom ik hem niet had gekozen. En dat is bij een Ballack en een Pirlo denk ik ook het geval. Maar bij een Gerrard niet. Goed, we hebben de tokens. We gaan hem unlocken. Let's go. Yes boys, dit is ons team. Zoals je het net ook al hebt kunnen zien, of in de video van gisteren had kunnen zien, dan gaan we naar de icon swaps. Ik vraag me 1 dingetje af en ik ga eigenlijk denk ik best wel een beetje pissig worden als dat gaat gebeuren. Maar daarom denk ik ook misschien dat het niet gaat gebeuren, omdat heel veel mensen dat zouden hebben. Je kan uiteraard 24 icon swaps halen. Je hebt er 23 nodig voor Drogba, dus dat betekent dat als je ze allemaal zou houden, dat je er eentje over zou hebben. Wij hebben Steven Gerrard, daar hebben we er 19 voor nodig. En dat betekent ook dat als wij ze allemaal zouden halen, we er 5 over hebben. En ik vraag me af of het net zo is als vorig jaar met de FUT-swaps. Dat waren gewoon FUT-swaps, geen icon-swaps, maar de FUT-swaps. Dat EA's doet dat je achteraf, als er meerdere maanden voorbij zijn, iets kan doen met de resterende icon-tokens. Dus als je dan alle 24 hebt gehaald en je hebt er maar 19 gebruikt, je hebt er nog 5 over. Of je dan iets kan doen met die resterende icon tokens. En ze hebben dat niet naar buiten gecommuniceerd. Ik denk ook niet dat dat zo is. Want stel dat is wel zo, ja, dan baal ik er achteraf van dat ik niet heb doorgespeeld en andere icon tokens heb gehaald. Maar gewoon ben gestopt bij 19. Maar aan de andere kant, ja, waarom zou je dat doen als je niks meer kan met die icons? Want voor 5 dingen kan je niks halen. Ja, ik vraag het me af. Wat denken jullie erover? Denken jullie dat EA uiteindelijk nog die dingen gaat erom gaat vragen? Dat je die dingen uiteindelijk nog nodig hebt? Dat het misschien onverstandig is om ervoor door te spelen? Ik denk het dus haast niet, omdat mensen anders echt heel erg pissig zouden worden op EA. Omdat ze dan, zoals ik zeg, kaarten mislopen. Je weet het niet. Het zou heel raar zijn. Goed, wij leveren deze in. Dat betekent dat we de Icon SPC voltooid hebben. Stevie Gerrard. Wat een legend en icon. Wat een geweldige kaart. Ja, wat ik net zeg. Dit is toch de perfecte middenvelder. Hij kost niet voor niets bijna 1 miljoen als je hem wil kopen. Omdat hij gewoon ontzettend lekker is voor in je team. Dat kale koppie. Lekker gemillimeterd. Hij gaat breakdansen. Hij doet het. Steven Gerrard. Je kan hem ook bijna gewoon op aanval en mid spelen. Het is dat hij niet zo heel goed is met dribbelen. En ook maar 3-star skill moves heeft. En 3-star weak foot. Maar kijk dan. Zijn pace is voor een middenvelder echt fantastisch. Niet heel veel middenvelders hebben dat. Zijn shooting is echt fantastisch voor een middenvelder. Zijn passing is
ja, zijn vision is een beetje laag, maar alle andere dingen zijn ook echt heel goed, helemaal voor een CVM. Zijn dribbling, alleen zijn agility en balance is een probleem, maar dat is bij Goretzka en Saul ook het geval en die vind ik ook prima. Zijn defending is niet zo heel goed, maar daarom gaan we ook een schaduwkaartje maar geven, zodat dat geboost wordt samen met zijn pace en zijn physical. Hij is alleen niet zo sterk, maar aangezien hij best wel lang is en heel veel agressie heeft en goede stamina heeft, denk ik dat dat geen probleem gaat zijn en dat hij alsnog mensen best wel veel van de bal loopt. Stevie G, welkom in de club. We gaan jou gelijk in het team zetten. En dan begint het team echt ergens op te lijken, hoor. Goretzka gaat... redden vanaf. Helaas. En dan weet ik niet of ik hem... ik ga hem sowieso voor Saul op de bank zetten. Ik heb liever dat ik Goretzka in kan wisselen dan Saul. Maar als iemand mijn voorkeur krijgt als een super sip op CVM... dan is dat Acuña wel. Dus ik denk ook niet dat Goretzka nog veel speelminuten gaat krijgen. Özil converten naar een spits is goedkoper dan Gerrard converten of Kanté converten. Zo krijgt volgens mij, als het goed is, iedereen goede teamgeest. Behalve dus Özil die we nog moeten converten. En kijk ons team dan, jongens. Onze verdediging is echt ziek. Ons middenveld, CVM, zijn echt ziek. Onze spits is echt ziek. George Best. Er zitten veel squad battles wedstrijden bij. Maar 106 wedstrijden, 143 doelpunten. Dank u wel. Garincha, die heeft ook een lekker record. Omdat hij vaak als spits fungeert. Maar nogmaals, er zitten veel squad battles wedstrijden bij. En Garincha, die had ik gekocht, zoals je net kon zien, voor 1.020.000. En die is gewoon lekker 1,1 miljoen. Dus we hebben hem al dik 100 wedstrijden gebruikt. 145 zelfs. En we maken er gewoon winst op als we hem verkopen. En George Best hebben we gekocht voor 1,1,5 miljoen. En die is volgens mij 1,2 als je die nu wil verkopen. Iets meer. Dus ook op hem maken we nauwelijks verlies als we hem verkopen. En dat is natuurlijk echt wat je wil. Spelers veel gebruiken, er veel aan hebben, er Elite 2 mee halen. Ze veel voor je scoren en alsnog geen verlies maken. Dus we hebben op dit moment, als ik alles verkoop wat ik nog in mijn club heb, dan kunnen we er wel 400k uitsprokkelen. En dan moeten we nog een aanvallende middenvelder hebben. Ik kan wel weer een speler kopen zoals Mané, wat ik net zei. En die dan zonder teamgeest in mijn team zetten. Maar ik weet niet of dat dan verstandig is. Dat weet ik niet. Het zou kunnen. Wij gaan het misschien niet meemaken. Ik weet ook niet of dat een echte 10 is. Wat ik dan zou doen is, ik zou Mané op links midden zetten. Bij de 4-2-3-1 op de linkerkam. En dan Garincha op 10. Misschien niet eens zo'n slecht idee. Misschien niet eens zo'n slecht idee. Wie weet. Ik weet niet of we de munten gaan halen voor Mané. Of we dat kunnen halen. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Morgen dus de Weekend League. Ik ga zo spelen. Heel veel succes. Ik hoop dat jullie een leuke icon hebben gekozen waar jullie mee kunnen spelen. Een blauw duimpje op zijn. Vergeet niet om te abonneren. En ik check jullie later. Joejoe.